10 geweldige ondernemingen die heel duidelijk ook een band met de provincie hebben, met de regio hebben. Die ook eigenlijk allemaal actief zijn op uitdagingen in onze omgeving. Of het nou, hoe ga je om met de bebouwde omgeving, hoe ga je om met zorgen, zorgkosten, hoe ga je om met energie, met mobiliteit. Ik denk dat de juryleden een hele job hebben gehad om hier een selectie uit te maken. En nu voorbereiden op wat er gaat komen en genieten van dit moment. Vanavond een goed glas wijn. En na de komende periode weer focussen op te kijken wat we gaan doen voor de eindfinale. We zijn leuke bedrijven, mooie bedrijven. Trots om Groningen te zijn.